De reden is, het is sorry hoor. Het is bemoeien sorry. Als je het moment dat je zou gaan optreden. Toch? En het is inderdaad okay, aangehaald ja. Dat er een sociale controle bestaat. Je hebt je punt nu ja. Gemaakt. Ja. Maar, sorry. Binnen maar bemoeien, sorry. Okay, sorry. Als eerst ga ik je een rode kaart moeten geven voor je opmerking. Ja? Er zijn nog een paar, maar goed. Het is van belang, toch, om je niet te bemoeien in zaken die buiten je omgaan. Maar het moment, toch, het maakt niet uit wat er is gebeurd. Als die man ertoe overgaat om handelingen te plegen die we moeten overlaten aan Tyron Spong, ja. Is het een probleem. En dan moeten wij als goede burgers de politie op de hoogte stellen. Ja, Santosh. Ik persoon ben tegen geweld. Maar ik zie dat mijn opponent het mislaat. En hier een verhaal nee, vertelt dat Rick. Wacht even, hij is aan het woord. Ja, ga je gang. Naar het Rijk der Fabelen stuurt. En nog erbij op het podium komt met 2 rode kaarten. Dus hij is alvast hier gekomen van om niet toe te geven dat we gelijke argumenten aangeven die gelijk zijn. Ja. Dus. Zo debatteren we niet. Ja. Oké, okay, ik zie dat mijn tegenstander een zaakje wil omgooien. We praten over geweld. Ja. En ik zeg één ding. Zolang het menswaardige aanwezig is, ga je altijd bemoeien. Het maakt niet uit als het man en vrouw is. Maar ik kan niet morgen langslopen, dan hoor ik dat buurman Juka vrouw Chiri. Dat kan helemaal niet. Hoe ga je voelen? Dat alleen wil ik weten. Hoe ga jij je voelen? Je hebt iets gezien en je kan het tegenhouden. En je doet er niets aan. Cool, verklaar dat. Miguel. De stelling was als de man de vrouw slaat. Er is niets gezegd van geweld. Wij zijn tegen geweld. We zijn tegen geweld. We bemoeien. Ons standpunt is, alles waarvan we de oorzaak niet weten, bemoeien we niet. Uiteindelijk. Als er geweld wordt gepleegd, dan ga je de politie wel raadplegen, zodat de politie ermee kan gaan bemoeien. Ik denk dat dit verkeerd heeft begrepen hoor. Een klap is ook geweld. Een slaan hoeft geen geweld te zijn. Wat? Ja. Maar wacht even, slaan hoeft geen geweld te zijn. Nee. Over hoe slaan je? Wat bedoel je daarmee? Want dat is een als beetje onduidelijk. Als ik zeg Quentin, au! Gaat met je, dan heb ik hem geslagen, maar in principe heb ik hem gestreeld. is je partner in de buurt? Ik ben gelukkig vrijgezel. Oh, oké. Okay. Dus dat verklaart ook. Oké, okay. Ja. Okay, maak je punt even af. Yes. Mm-hmm. Wat voor ons van belang is, is dat alles waarvan de oorzaak, je moet niet te snel ingrijpen, alles waarvan de oorzaak nog niet bekend is bij ons, gaan we niet zomaar olie op het vuur gooien. We willen wel uiteindelijk kijken als we een van de twee mensen kunnen spreken, om te kijken als we ze wat kunnen, zeg maar, wat inzicht kunnen bijbrengen, zodat de situatie niet hoeft te leiden tot uit de hand hoeft te lopen. Je gaat wel met ze praten. Als je naar oorlog wil, als je vrede wil, moet je oorlog wel voorbereiden. Ik denk dat ontzettend belangrijk is. Maar je gaat niet onwetend bemoeien. Nieuw argument. Je gaat absoluut niet onwetend bemoeien. Mag ik mijn collega ondersteunen? Ik heb van dat soort momenten ook gehad, Isabi, dat je in een relatie zit en weet één ding wat vrouwen sterk hebben is hun mond. Hè? En ze lokken mannen uit. En soms moeten ze even getriggerd worden. Isabi. En ik ga u zeggen, vrouwen houden meer van een man wanneer ze geslagen zijn. Oké, okay, Kleid heeft zijn punt gemaakt. Kleid heeft zijn punt gemaakt. Ik denk dat mijn opponent zich eerder zou moeten aansluiten bij een groep voor toneel. Opvoeringen, et cetera. Nee, we hebben het over. Waar we het over hebben is namelijk dat, brada, het maakt niet uit als je wordt getriggerd of niet. Dus als ik je nu trigger, dan kan je ook beginnen te slaan. Quintus. Het gaat bij mijn punt is, als ik het mag afmaken, hou je handen in je zak. Oké, okay. Ja, dus ik kan zoveel voorbeelden hier aanhalen. Mannen die vrouwen verkrachten tegen hun wil. En terwijl die vrouw bijvoorbeeld zichzelf misschien heeft gebracht, maar die vrouw maakt er een ander punt van. Ga je bemoeien?
Ga je bemoeien, ja of nee? Ga je bemoeien? Wilde, wacht even. Dus ik vraag me af, wanneer we dingen zeggen, moeten we de dingen correct. If you know sap, pe asan bidding. Nog op bemoeien, dan nog op buiten. Oké. Want dan ook kost je. Clyde, je had de punt. Nee, ik wil even aangeven dat. Het punt van, we praten hierover, we hebben het over slaan. Hè? En zo even zei mijn tegenstander, in principe een vrouwder mond, kan je zo ver krijgen dat je overgaat tot slaan. Maar dat is niet de bedoeling. Waar is jouw mond als man dan? Zwak. Als je, op het moment dat je overgaat tot slaan, wil aangeven dat je als man zwak bent. Ja. Je kan niet redden met die vrouw. Ja. Dus wij zeggen dat we er helemaal geen baat daaraan hebben. Nee. Ja. Ja. Daarom delen wij de mening dat op het moment dat een man de vrouw slaat, gaan wij niet ermee bemoeien. Uiteindelijk, we zijn tegen geweld. Dus we gaan altijd een moment zoeken om één van de twee te spreken, te weten wat de oorzaak is en te kijken welke instanties belangrijk zijn. Dan moet je aan deze kant staan. Welke mensen. Nee, maar is dat niet een vorm van bemoeien wel? Want je gaat wel hulp halen. Je bent niet bezig te bemoeien op dat moment. Je gaat wel kijken naar wanneer een geschikt moment is om in te grijpen en te kijken welke instanties je moet uitzoeken die wel moeten bemoeien. Klopt. Als dat geweld. Weet je wat het gevaar is? Denk op bemoeien aan Johan Kofu. En je wordt deel van dat gevecht. Hoe treed je op? Dus denk na wanneer je zegt: te amai naka vrouw, mi wel ego bemoei. Te kofu begin naki Josefino long. Oké, maar wanneer zou je dan bemoeien? Ik ga bemoeien wanneer partijen in rust zijn. En dan ga ik met ze praten en dan ga ik begeleiding voor ze zoeken. Want dan weet ik dat er daar een probleem is die opgelost moet worden. Maar aan het moment zou ik koffie loloquentes in Oshimi. Oké. Ja, nee, ik geloof inderdaad dat ik in de eerste instantie jou moet uitnodigen, want je verdedigt onze stelling, we hebben bijna niets meer te doen. Geloof me, hou je handen in je zak. Jij hebt gezegd dat je gaat bemoeien wanneer het allemaal tot rust is gekomen. Je slaat de plank weer mis, Clyde. Je zou van tevoren moeten ingrijpen, want soms komt het niet meer goed. En we kennen die verhalen, we lezen het in het nieuws, we lezen het in de kranten, wanneer het fataal afloopt. Jij hebt het nu in handen om van tevoren iets te doen eraan. Oké. De stelling stelt, als mijn buurman mijn buurvrouw slaat, bemoei ik niet. Maar in Surinaams term, wat bedoelen we met bemoeien? Tene imbere we doro. En dat is bemoeien. Maar wat wij kunnen doen, wat wij verstaan onder bemoeien, je mag de politie wel bellen en ze bekijken het wel verder. Het blijft bemoeien. Nee. Ik denk. Dus wat ik wil aanvullen is, vaak genoeg, desmarissa is bemoeien, dat is maar het op Facebook. Desmarissa is bemoeien, dat is maar het op Smatori. Waarom willen jullie bemoeien? Dat is de reden waarom jullie willen bemoeien in Smatori. We zien duidelijk dat die stelling eigenlijk heel verkeerd voor jullie is aftegen. Begrijpelijk. Dus dat begrijpen we. Dus jullie praten gewoon om het praten. Nee, toch? Ja. Wat we moeten weten, jullie willen dingen doen achteraf om met één partij te gaan praten. Dan bemoeien. Wat wij gaan doen, we gaan gewoon het recht aan de politie laten. Want like voor Sabine, net als wat je zegt, Clyde, die de man en vrouw effetti. En morgen zijn ze goed. En het moment jij gaat praten, want wat jij wil doen is bemoeien. Wij proberen dat zaakje anders aan te pakken. Want if Amantira vrouw, of jij gaat het op je geweten brengen. En daarom zeggen we dat je eigenlijk hier moet komen staan. Ik heb niet geweten voor dat soort dingen. Nee, maar wacht tot die geweten komt. Miguel. Ik denk dat ik voor jullie alle drie een duidelijke boodschap heb. Je moet gewoon alle drie naar hier komen staan. Want we weten zeggen jullie niets anders dan wat wij zeggen. Belangrijker wat ons meer triggert dan jullie, is dat wij in elk geval de bemoeienis zoals jullie dat hebben geïnterpreteerd aan het begin, de bemoeienis met sensatie, dat is voor ons niet het meest interessante. Wat voor ons interessant is, is de oplossing die duurzamer dat is. Bemoeien. Ja, dat maakt het verschil tussen wat je wij zijn niet en wat wij denken ten opzichte van. Waarom denk je dat bemoeien is? Omdat wij hebben gezegd van dat we wel bemoeien. Dus we gaan of de politie bellen of we zoeken een oplossing. Maar hij zegt, hij bemoeit helemaal niet. Maar waarom wil je daarna wel met een partij gaan praten? Dus daar spreek je zelf eigenlijk tegen. Ik snap hem niet. Miguel, mag ik even? Als ik het goed begrijp, Miguel, zeg je, je bemoeit niet, je gaat alleen hulp zoeken. Ik zeg, word wakker guys. Wat wij zeggen is, op het moment, we gaan niet bemoeien
bij zaken waarvan we de oorzaak niet weten. Toch? Er is een verschil tussen bemoeien en observeren en dan handelen. Dat vinden wij ontzettend belangrijk. En duidelijk is bij jullie, het verschil bij jullie dan bij ons, is dat jullie in eerste instantie al schreeuwen, een brandje blussen. Maar de vraag is, heb je daar een alternatief voor op langere termijn bedacht? Nieuw argument. Wacht even, was hij nog even met hetzelfde bezig? Wat zou je zeggen, Klaas? En wat belangrijk is in deze is, mensen die vaak bemoeien in relaties, in trobies van anderen, zijn, als je thuis in een keuken kijkt, dan zijn ze niet eens haar beter. Dus maar, we moeten dat soort mensen ontpoppen zich natuurlijk. Dat ze bemoeien, en eigenlijk zou je kunnen zeggen, als je bemoeit leer je, toch, wat er bij buurman gebeurt. Maar ze willen bemoeien, ze willen weten wat er daar gebeurt. Ze weten niet eens hoe die man en die vrouw slapen. Ze weten niet wat de omstandigheden zijn in dat huis. Okay, maar je wil wel bemoeien. Maar wat ga je dan doen? Je bemoeit niet, maar wat ga je dan doen? Dat zeg ik, de stelling zegt, het moment dat mijn buurman zijn vrouw slaat, bemoei ik niet. En ik blijf daarbij niet. Nee, bemoei. Tafeti ba, dit is maar bafeti. Rust de, daar kan ik. Ik bemoei je toch. Ik kreeg het gevoel alsof hij zichzelf in die situatie kan plaatsen. Dus zeker komt hij heel vaak met zijn vrouw in de clinch. En mensen bemoeien vaak. Dus heeft we gaan het niet persoonlijk maken. Heren. Mag ik een nieuw argument? Nee, heren. We gaan het niet persoonlijk maken. Ik wil weten wat jullie argumenten zijn dat jullie wel gaan bemoeien. Ja, we gaan het nog een keer onderstrepen voor onze opponenten. In de eerste instantie heb jij gezegd, een brandje. Wel, ik heb gezien waar het is begonnen met rook, een brandje. En uiteindelijk aheer Osobrong. En aangezien mijn huis gelijk ernaast is, dan wil ik alarm slaan. Ik wil nog steeds onderstrepen. Let wel, we praten over bemoeien. Daar geven we mee aan dat we de politie bellen. Als het uit de hand dreigt te lopen met mijn buurman, de mange bari, ze gaan tekeer, oké, tot daar. Maar het moment dat er klappen vallen, die we moeten overlaten aan topsporters, aan kickboxers, dan gaan we de politie wel bellen. Ja. Dus waarom is het belangrijk dat je moet bemoeien? Het is belangrijk om te bellen, omdat het moment dat het uiteindelijk fout loopt, dan ben je er in feite ook debat aan. Wat doe je als je daarna blijkt dat ze Ellen aan het spelen waren? Of dat ze heel romantisch bezig waren. Daarom is het ontzettend belangrijk om na te gaan naar wat is nou de oorzaak. Wat is die oorzaak? Alvorens, Oesranama Ulobasanda Tumsi. Mek ome heisa heisa. Let daar wel op. Dat is wat ik te zeggen heb. Ik speel ook Ellen en ik weet tot hoe ver Ellen kan gaan. Ja. En er is een verschil. Maar dat is jouw ding. Er is een verschil. We gaan niet door elkaar praten. Dat is zijn ding. Wacht even een momentje. We gaan niet door elkaar praten. Ik wil jullie argumenten horen. We kunnen samen zingen, maar we kunnen niet samen praten. We moeten naar elkaar luisteren. Clyde. Dus ik heb het ook. Dus Miguel zegt het mooi. Ik heb het meegemaakt. Mijn buurman en mijn buurvrouw. Hun liefde begint met geweld. Oké. Okay. Geloof me. Santos. Serieus. Ja, Miguel, Santos. Miguel. Inderdaad. Het leven, mensen zijn verschillend, toch? Wat voor jou als gevecht kan lijken, hoeft geen gevecht te zijn. Toch? Let daarop. Belangrijk is, we zijn mensen, we zijn geen koude kikker. 10, 9. We zijn geen koude kikker, maar 8, het is belangrijk dat 7, wanneer je tegen je Luku Sancha Rafaya heeft naar zeker in de kinka zeker in kast. Zeker is ontzettend belangrijk. Zeker is zeker. Zeker is zeker. Je mag bij Assyria gaan. 100%. Dames en heren, maak een applaus voor PTC en AHKCO. Het moet voor sporters van Surinaamse afkomst mogelijk zijn om voor Suriname uit te komen op internationale sporttoernooien. Ja, nogmaals de stelling. Het moet voor sporters van Surinaamse afkomst mogelijk zijn om voor Suriname uit te komen op internationale sportevenementen, oftewel sporttoernooien. Jullie zijn het? Eens. En jullie zijn het? Oneens. Waarom zijn jullie het oneens? Dat is een hele mooie vraag. Dankjewel hoor. De vraag die ik gelijk daaraan wil stellen is om welke type Surinamers gaat het? Gaat het om Surinamers woonachtig in het buitenland of studerende in het buitenland? Het gaat om Surinamers. Ik ga de stelling nog een keer herhalen. Het moet voor sporters van Surinaamse afkomst mogelijk zijn
om voor Suriname uit te komen op internationale sporttoernooien. Waarom zijn jullie het? There are a lot of examples. Er zijn vele ons voorgegaan. Dat is al een reden om het eens te zijn met die stelling. We zijn als Surinamers geen aliens of van een andere planeet als andere mensen in andere landen. Dus met veel effort was Ranama weer Rokotranga. Er zijn natuurlijk wat uitdagingen in onze cultuur of in onze samenleving. Maar op basis van het feit dat we sterk kunnen zijn, we hebben een aantal rolmodellen, is het mogelijk. We zijn eens met de stelling. Ga je gang. Ja, de stelling luidt internationale sportevenementen. Ja, internationale sportevenementen. Internationale sportevenementen. Als we dat horen, dan heeft het sowieso te maken met topsport. Topsport. De Surinaamse topsporters. Maar dan vraag ik me wel eens af. Is er wel sprake van topsport in Suriname? Kunnen jullie me misschien antwoord daarop geven? Ik denk dat jouw vraag min of meer een belediging is aan de organisatie van box. Ja. Ik zie die wappers niet. ik refereer naar eerder op de avond nu voor de tweede keer. Er zijn een aantal topsporters hier geweest. Betekent dat je daarmee, zeg je daarmee dat ze geen topsporters zijn? Dat is mijn vraag naar jou. Ik wil toch even daarop. Ik wil even hierop zeggen dat we niet moeten vergeten dat die topsporters net hebben aangehaald dat er geen faciliteiten zijn in Suriname om hun topsportcarrière te ontwikkelen. Dat betekent dat ze buitenlands geld krijgen om buitenlandse, Dat betekent eigenlijk dat ze buitenlands geld krijgen en dan vind ik dat ze die mensen moeten supporten. Want uiteindelijk investeer je in die persoon met jouw geld. Ja. Ik ben eens met je. Correct me if I'm wrong, ik wil dat alleen maar vragen. Als je bedoelt dat buitenlandse mensen sponsoren de sporters, dus Surinaamse sporters moeten niet aan bod komen. Ik wil je punt horen. Waarom? Ik vraag of zij, wat geen zij zegt, als ik daar de conclusie moet trekken dat buitenlandse mensen investeren in sporters van ons, dus betekent dat Surinaamse sporters daardoor niet aan bod moeten komen? Je punt is niet duidelijk. Nee. Mag ik zou je het nog een keer? Ja? Wat ik wil zeggen, zo net had die topsporter Yves Alberg, had hij net ook aangegeven, ik moet het even doen met Suriname. Dus met andere woorden van, weet je wat, ik moet gewoon mijn krabbetje bij elkaar nemen en dat doen. Maar eigenlijk wil ik het gewoon voor het buitenland doen, als ik naar zijn sens luister. Dus dat betekent als hij endorsement zou krijgen van het buitenland, dat hij het buitenland gewoon zou vertegenwoordigen. Nee, totaal mis. Hier gaat het om dat Surinaams gevoel. Eindelijk voel ik me in mijn sas. Laten we onze Surinamers, waar ze ook zijn, de ruimte geven om die vlag daarboven te houden. Om Suriname te vertegenwoordigen. Laten we ze de kans geven. Laten we Seedorf de kans geven. Laten we Alberg de kans geven. Laten we Letitia Fries en Wiederom de kans geven. Om Suriname te gaan vertegenwoordigen in het buitenland. En ze investeren. Daarom ben ik ermee eens dat ze de ruimte krijgen. Ja, om Suriname waar dan ook te vertegenwoordigen wanneer het gaat om wereldsport. Ik zou er pas in zijn met deze stelling als wij vanuit Suriname het besef hadden welke waarden wij moeten toevoegen aan onze sporters in Suriname of internationaal. Wanneer wij vertikken om te investeren in onze sporters in Suriname, om ze tot internationale sporters te maken, dan moeten wij nu verwachten van hun dat ze aan internationale evenementen moeten meedoen. Sterker nog, moet ik zeggen dat het ministerie van Sport en Jeugdzaken op dit moment het ministerie is met het minst in budget. Maar we praten over het faciliteren van sporters om te maken op topsporten. Daar hoeven ze niet mee te doen met internationale sporten. Als wij niet in staat zijn om te investeren. Ik ben niet eens met wat Boutou zegt. Omdat... Klein momentje, klein. Dames en heren, ik denk dat jullie in jullie slaap een beetje nog praten. Worden jullie wakker? Het gaat om onze eigen Surinamers die wat betekend hebben en kunnen betekenen. Laten we daarop ingaan. En er is al een fonds. Je hebt het woord niet gekregen. Ga je gang. Wat mijn opponenten helemaal niet weten, is dat er reeds onderzoek gedaan is. Als ik het goed heb, was het in 2011, voordat het OP opgesteld is. Dat OP? In Suriname, is OP? Ontwikkelingsplan van Suriname. MOP? Ja. Het MOP? Ja, meerjaren ontwikkelingsplan van Suriname. Dat
dat 80% van Suriname, van de Surinamers, niet sporten. Dat betekent dat de 20%, dat er maar 20% sport. Hoe wil je mij dan komen uitleggen dat topsport helemaal uitgevoerd wordt? Er is geen sprake van topsport. Oké, okay, je wilde nog een punt maken waarom jullie het niet eens zijn. Ja? Ik wil het even daarop invullen. Jullie hebben het constant over de Surinamers. Maar ben je nou werkelijk een Surinamer als je eigenlijk je training, die training die je verder krijgt, niet eens van je eigen land kan krijgen? Mag. Ja? Oké, okay, ik wil jullie welkom heten in Suriname. Want het blijkt dat jullie gisteren gearriveerd zijn en ons geschiedenis niet hebben gevolgd. Dat we al bewezen hebben waarom het gaat. Oké. Okay. Ik wil voorbeelden aanhalen. Ik wil beginnen met Anthony Nesty. Anthony Nesty heeft een ondersteuning gehad van de overheid om in het buitenland Suriname te vertegenwoordigen. Hij is wereldkampioen geworden. Ik wil de sporters, en de stelling geeft nogmaals aan dat we de sporters, waar ze ook zijn, Surinaamse afkomst hebben, dat we ze de gelegenheid geven om topsporten in het buitenland te gaan doen. En dat je daarmee ons oneens bent, dat hou je dus niet van de één. Je houdt niet van Suriname. Twee, je geeft die sporters niet de gelegenheid om te komen waar ze willen komen. Het is een droom van elke sporter om een wereldtitel te veroveren. En dan willen jullie die sporters niet de kans geven. Oké, okay, ik wil even een toevoeging doen aan onze stelling. We hebben het nu even over sporters die in het buitenland wonen, maar hun komaf hebben hier in Suriname. Right. En precies op diezelfde lijn waren wij daar net vanuit deze kant. Het gaat om sporters van ons in het buitenland. En we komen terug, we hebben situaties gehad waar mensen moeten meedoen aan internationale evenementen. En Suriname niet in staat was om een bijdrage te leveren, zodat ze konden meedoen. En wanneer deze mensen erover toe gaan om een andere incentives te nemen om zodoende voor een andere luid uit te komen, dan moeten we wel zeggen dat ze mogen, ja. Dan zijn ze niet verplicht om uit te komen voor Suriname. Als Suriname niet het besef heeft dat onze mensen ook al waar ze zijn, de nodige ondersteuning nodig hebben om zo ver te komen met hun sport. Ik wil even daarop ingaan en aanvullen. Dankjewel, Clyde. Ik wil